Goedemiddag, leuk dat je weer kijkt naar deze eerste weekvlog weer sinds tijden. Het is natuurlijk ook niet een hele normale weekvlog, want deze weekvlogs gaan tot donderdag duren. En dan van vrijdag tot zondag worden het weekendvlogs. Maar ja, het is nu wel weer de eerste soort van weekvlog. Het is vandaag maandag, 10 uur. En ik zit op Zoe te wachten, want Zoe en ik gaan vandaag twee video's filmen. Een Glow Up Transformation en een ASOS video. We hebben toen voor elkaar twee festivals outfit. We hebben voor elkaar een festival outfit, dus zijn twee outfits geworden. Dat hebben we een tijdje geleden besteld en dat gaan we zo meteen dan aan elkaar geven en uitpakken en zo. En dan gaan we vanmiddag foto's maken in de stad. Maar ze komen nu zo meteen hierheen. Maar ik heb alles wel een beetje klaargezet voor die glow-up video. Of althans, mijn spullen heb ik klaargezet, want zij heeft natuurlijk haar eigen dingen bij haar. We gaan denk ik hier zo filmen. Ik denk dat je hier wel oké licht hebt straks. Ja, of we gaan zo zitten. Ik denk dat het licht dan mooier is misschien. Maar ik heb hier dus al mijn kwasten. Ik heb een spiegel. Hier zit zeg maar al mijn extra make-up in. Wat ik niet dagelijks gebruik, maar wel voor foto's. En hier zit al mijn dagelijkse dingen in. Dus ja. Maar ik ben ook op zich wel daar op de bank. Misschien is dat ook wel grappig. Als je hier zo zit. Dan zie je dit zo. Ja, maar dan moet je op de bank opmaken of zitten. Dat is misschien niet zo heel erg handig. Nee, ik denk dat we gewoon hier moeten gaan zitten. En dan zo. Ik denk dat dat wel oké is. Maar we gaan het zo zien. Ik ga even wachten of Zoe. En dan gaan we een video filmen. En ik praat niet heel hard nu nog. Want volgens mij slaapt Sam nog. Milan is wel wakker boven. Maar Sam die slaapt volgens mij nog. Nou, we hebben alles ingeladen hoor. Ja. Kijk eens, al de tasjes en accessoires liggen hier. Nou, dat kan echt niet. Kijk nou. En dan op, in de we hebben een hele kledingwinkel. Alsof we zouden gaan verkopen voor Koningsdag. Zo'n matje. En in de achterbak liggen nog allemaal kleren. Of daar liggen alle kleren, ja. We gaan nu eerst eventjes McDonald's eten. Hard. Want het is dus al 1:15. Oh, we moeten echt opschieten dan. Hoe laat was je bij mij? 10:15? Ja, 10:30 ongeveer. Dus nou, we gaan nu dan eventjes eten, want voor de mensen die mij kennen, als ik honger heb, dan kan ik niet functioneren. Word ik heel gemeen ook. Dus we gaan eerst even eten. En ik heb gelijk het nieuws. Oh, ik wil te snel. Ik hoop dat jullie dat de video online staat, want ik heb mijn nieuwe shirt aan. Erg. Ja, maar vooral die achterbak is erg ook. Ja, maar even hoor, als je dit zo ziet, is dit ook niet gezond. Nee. Wie stelt er nou weer al zijn tas en schoenen uit op de achterbank? Hoe? Kijk op, dit is echt schandalig. Hi. We zijn klaar met foto's maken. Zo, jezus, dat gaat helemaal tekeer hier. Ik ga maar lekker autootje rijden. Oh, dan moet zeker die camera of die muziek even uit. Oh, eerst even lekker een appeltje hoor. Ja. Appeltje voor de dorst. Oh, hier heb ik mijn appeltjes. Jammer dat de schil er nog aan zit. Oh, dat vind ik wel lekker. Zijn ze een beetje sappig? Of zijn ze een beetje... Vallen. Weer. Oké, wel. Dit wil ik even vallen. Wel, doe even leuk in de camera, joh. Ik weet niet of je het ziet, maar... Oké, dan gaan we nu even naar huis rijden. Gaan we nu naar huis rijden? Ja. En dan cadeautje bij dag maar afzetten. Als ze thuis is. Oh ja. Mocht God geen idee of ze thuis is. Misschien is ze wel bij Angie. Ja, dan ben ik nou wel even. Ik ben al iets van een uurtje thuis of zo, maar ik vertik dit gewoon om van mijn bed te komen. Omdat ik dan dit allemaal zo moet opruimen. Mijn kamer is echt één grote bende. Maar de tijd is aangekomen dat ik dat nu wel echt moet gaan doen. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga al die kleding opruimen. Het was heel erg gezellig vandaag met Zoe. Maar je krijgt er altijd zoveel zo door. Want je neemt al die spullen en kleren mee en zo. We hebben echt een super, super leuke video opgenomen. Ik hoop dat ik die woensdag online kan zetten. Dat Zoe ook tijd heeft om die te bewerken. Want ik wil die eigenlijk wel woensdag erop hebben. Want anders moet ik voor woensdag een andere video. Oh nee, ik heb nog een andere video. Ja, die ga ik er in op zetten. Oké. Ik ga even mijn kamer opruimen. Dan ga ik daarna even avondeten, want het is nu al 7 uur. Maar ik heb nog niet heel erg veel trek. Na 380 jaar is eindelijk mijn kamer opgeruimd. Ik ben er echt lang mee bezig geweest. Maar
Ik had ook al een paar kleine tussenstopjes. Dit moet ik straks eventjes weggooien allemaal. En die stoel gaat bij het grofvel, want het grofvel komt morgen. Dus kan ik die gelijk mooi erbij zetten. Nou, dit is nog een cadeautje voor Dagmar. Dit allemaal, die chips en die bekertjes en dingetjes, die ga ik eventjes weggooien. En dit moet allemaal terug op de post. Dus dat ga ik straks ook eventjes inpakken, zodat ik dat morgen terug op de post kan doen. Het is ondertussen 8 uur, zo lang heb ik hierover gedaan. Maar ik heb wel lekker eventjes een joggingsbroek aangetrokken. Deze joggingsbroek is van Chiquelle en deze trui, die heb ik zelf getie-dyed. Ik ga nu eventjes dit allemaal naar beneden brengen, even kijken wat weg kan ook en zo. En dan ga ik eventjes lekker wat eten voor mezelf maken. Zo, ik heb even lekker een broodje rookworst gemaakt. Heerlijk. Lekker colaatje erbij. En dan ga ik ondertussen even lekker filmpjes kijken. Als het goed is, is de vlog van Rosa ook online gekomen. Dus ga ik die eventjes lekker kijken terwijl ik mijn broodjes aan het eten ben. Oh, ik zit zo snel vol de laatste tijd. Ik heb nu 1,5 broodje op. Voor de rest van vandaag heb ik met Zoe alleen maar een Happy Meal gegeten. En ik zit gewoon nu al vol. Maar voor de mensen die misschien mijn dagelijkse vlogs keken, die weten wel dat ik een keto-dieet aan het volgen was. Daar ben ik nu sinds een paar dagen mee gestopt. Maar sinds ik daarmee gestopt ben, zit ik zo snel vol als ik aan het eten ben. Dat is echt niet normaal. Maar ja, ik ben dus gestopt met dat keto-dieet omdat ik viel er zeg maar wel snel van af. Maar ik ging er niet per se gezonder van eten. Want bijvoorbeeld in frikandellen en kibbeling en rookworst zitten ook heel weinig koolhydraten. Maar het is gewoon niet heel gezond voor je. Dus ik heb nu gewoon met Milan ook afgesproken en een beetje met mijn vader van dat ik gewoon wel nog dat intermittent fasting ga doen. Want dat vond ik heel erg chill. Dus dat je alleen tussen 12 en 8 bijvoorbeeld mag eten. Dat vond ik echt heel erg fijn. Dus dat ga ik wel blijven doen. Maar ik ga gewoon gezond eten. Dus ontbijten met yoghurt en lekker fruit. En 's middags een crackertje met kaas of een crackertje met kipfilet of iets. En dan 's avonds gewoon groente. Ik wil dan niet te veel aardappels en zo, omdat, ja, ik weet niet, daar kom je wel snel van aan of zo. Ik heb geen idee, maar ik wil gewoon geen aardappels. Gewoon groenten en pasta. Ik wil dus van de week ook courgette pasta gaan proberen. En gewoon een beetje dat, dus dat ik gewoon, ja, mijn focus maar minder snel af, maar dan leef ik wel gezonder. En een gezond leven is natuurlijk ook heel belangrijk. En met dat keto dieet deed ik dat eigenlijk niet echt. Het is dinsdag vandaag. Het is nu 11 uur. En ik had net al een online les van 10 uur tot 10:45. En om 11 uur heb ik mijn volgende online les. Alleen bij die eerste online les hoefde je niet te praten en zo. Dus kon ik gewoon in bed liggen. Maar bij deze dus wel. Want dit is zeg maar een soort mentoruur. Dus ik ga eventjes op de bank zitten. Want boven ligt Mio nog in bed en zo. Ik ga vandaag denk ik niet heel erg veel doen eigenlijk, eerlijk gezegd. Een beetje filmpjes kijken. Ik denk eventjes een video bewerken zodat hij morgen online kan. Ik ga eventjes wel lekker mijn haar wassen. Dat was zo vet, dus ik weet niet wat. En ik moet eventjes een paar pakketjes op de post doen. Dus dat ga ik wel vandaag doen. Maar verder niks eigenlijk, denk ik. Ja, ik moet eigenlijk wel een beetje gaan beginnen met leren voor school. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ben klaar. Oh, online les. Oh, jeetje. En ik ga nu eventjes de hond uitlaten, want die moet ook plassen. Oh, ik zie er echt niet uit. Kom, Bo. Ja, naar het plassen. Ik wilde zeggen, ik heb een beetje wat van mezelf gemaakt. Maar dit ziet er eigenlijk niet uit. Maar goed, hè. We gaan toch niks doen vandaag. Nou ja, Milan's zus die is morgen jarig. Dus we gaan vanavond met haar eten. Want morgen is ze in haar eigen huisje, zeg maar. En vandaag komt ze dan naar Den Haag. Maar ik heb wel een pakketje van Naked binnengekregen. Dus ik ga die items eventjes aan jullie laten zien. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Er zit één item bij. Ik hoop echt dat dat gewoon het perfecte ding is. En als ik dan de Naked items aan jullie heb laten zien, ga ik eventjes wat pakketjes op de post doen. Want ik had wat dingetjes besteld. Verkocht op United Wardrobe. En ik moet nog 2 pakketjes van de Zara terugbrengen. Dus dat ga ik eventjes doen. Maar ik ga eerst deze pakketjes aan jullie laten zien. Er is van Naked ook weer een kortingscode. Ik weet niet wanneer die geldt. Want eigenlijk loopt het via Naked altijd via Instagram en niet via YouTube. Ik zou gewoon eventjes mijn Instagram in de gaten. Ik hoop dat de kortingscode niet al voorbij is. Maar goed. Als eerst heb ik echt een heel erg simpel dit hemdje besteld. Maar ik vond deze bandjes wel heel erg mooi. Kijk, ik heb deze in een maatje XS. Maar dit is het hemdje. Kijk, ik vond de bovenkant zo mooi dat het recht is. En dat die bandjes zo mega dun zijn. Dus gewoon een heel simpel wit hemdje in een maatje XS dus. Dan, ja, ik heb echt heel veel. Ik heb alleen maar dit soort kleuren. Ja, ik hou er eigenlijk echt heel erg van. Maar goed. Dan nog een topje in een maatje XS. Ook weer een beetje een crème wittige. Dit is een iets meer crème. Maar het is in ieder geval een
long sleeve t-shirt iets. En er zit dan een beetje een rippatroontje in. En hij heeft dan een V-hals. En het is hier dan een beetje, volgens mij noem je dat gedrapeerd. Maar het is dus hier een beetje naar elkaar toe gesmokkeld, zeg maar. Die heb ik ook in een XS. Maar ik vind deze er wel best wel groot uitzien. Dus ik hoop dat ik die pas. Dan nog een wit topje. En deze heb ik in een 34. Nog gezegd, dat is van deze ook echt een super mooie groene kleur. Maar die was uitverkocht in mijn maat. Dus vandaar dat ik de wit heb gekozen. Maar wit vind ik ook heel erg mooi. Het is een beetje een crop topje. Het is een soort blousjespul. En hij heeft dan hier een plooitje of een elastiek zitten. En hier, zodat hij mooi pof bij je mouwen. En hij heeft aan de voorkant een V-hals met knoopjes. Deze vind ik echt heel erg mooi. En deze heb ik dus in een maatje 34 besteld. En ik denk wel dat dat moet passen. Ik dacht even dat die kapot was, maar hij zit gewoon goed. Dus die. Dan heb ik nog een topje besteld. Ook deze heb ik weer in 36. Ik kan me niet voorstellen dat ik deze in 36 heb besteld. Zag hij er bij het model gewoon. Ja, misschien kan dit wel passen. Ik weet het niet. Maar is in ieder geval dit topje. En ja, ik vond deze wel heel erg schattig. Ook weer van die mouwen, van die roesjes aan de mouw. En aan de voorkant sluit hij weer met zo'n strikdingetje. Ja, een beetje lastig uitleggen. En het is een beetje, het is niet echt wit. Het is meer een beetje crème of zo. En aan de zijkant heeft hij hier dus een rietje waar hij mee open en dicht gaat. En deze heb ik dus in een 36. Ik ben heel benieuwd of ik deze ga passen. Ik ga het nu allemaal niet passen. Dat doe ik strakjes anders wel als ik terugkom. Dan iets, en ik hoop echt dat dit past. Dit is namelijk een hele mooie lange broek. In een maatje 34. En ik heb de laatste tijd echt een beetje een obsessie met mooie van die straight leg pants broeken. Maar dan niet spijkerstof, maar gewoon van die stoffen broeken. En oh, ik hoop zo dat deze mooi gaat zitten. Het is een dikke stof wel. Die gekke stof ook wel eigenlijk. Kijk, dit is de kleur. Echt heel erg mooi. Het is een beetje een soort satijnen stofje. En dan is het dus gewoon zo'n hele lange rechtlopende broek. En deze heb ik in de maat 34. En heeft aan de zijkant ook weer een rit. Ik hoop zo dat deze past. Echt heel erg mooi. Volgens mij valt die ook een beetje high-waisted. Hele mooie broek. Ook mooie kwaliteit, ja. En dan nog twee jurkjes. En ik hoop dat deze leuk staan. Ik heb die allebei in een maatje 34. Als eerst een kanten jurkje waar geen bandje of geen mouwtjes of zo aan zitten. Gewoon een soort hemdje. Ik vond dit op de foto er heel schattig uitzien. En dan met een spijkerjasje eroverheen. Maar het kan ook wel weer heel tuttig zijn. Dus ik hoop dat dat niet het geval is. Want ik hou niet echt van heel erg tuttig. Maar wel heel schattig. Aan de zijkant heeft hij ook weer een ritje. En de touwtjes die kruisen. Ja, je ziet er echt geen hol van. Even kijken hoor. Toch? Kruist toch? Of loop ik naar beschikte? Ja, ja, het kruist. Kijk. De bandjes die, ja je ziet het niet, maar de bandjes kruisen in ieder geval. Dus die. En dan het laatste jurkje. En ik heb toevallig een paar dagen geleden bij de Zara zo'n gelijk jurkje besteld. Want die vind ik heel erg leuk. Was heel lang niet op voorraad. En nu was hij eindelijk op voorraad, dus die heb ik besteld. Maar het is dus, ja, een beetje een boerinnenjurkje eigenlijk. Het is een wit stoffen jurkje met van die mouwtjes. En ja, je snapt het idee wel of niet. Maar aan de achterkant heeft hij ook nog van die knoopjes. Maar die heb ik dus ook van de Zara besteld. En van de Zara vind ik hem er eigenlijk net eventjes iets leuker uitzien. Misschien dat ik dit strakjes eventjes ga passen. Ik weet niet zeker. Maar als je nou wil weten hoe het staat, dan moet je gewoon eventjes op Instagram of mijn Instagram in de gaten houden. Ik ga proberen dit te plaatsen op de dag dat deze vlog ook online komt. Dus wil je nou kijken hoe dit staat, dan moet je eventjes me Instagram kijken, mijn story. En dan kan je dus zien hoe dit allemaal aanstaat bij mij. Want ik heb eigenlijk niet heel erg voorzien om dat nu aan te gaan trekken. Ik ga even al dit plastic. Vind ik echt bizar dat er altijd weer zoveel plastic in is. Maar goed. Ik ga dit even allemaal opruimen. Dan ga ik even. En dan gaan wij de pakketjes op de post doen. De pakketjes van United Wardrobe en de Zara. Gaan weg. Dus dat is wat wij nu gaan doen. Het is echt wel best wel laat. We hebben vandaag echt geen donder gedaan. Het is namelijk al 3 uur. Ik heb wel school gehad, maar meer dan dat heb ik eigenlijk niet gedaan. We hebben net lekker X on the Beach gekeken. Maar goed. Oeh, wat veel! Ik ga de lekkerste chipsaus ter wereld maken. Dat ga ik even aan jullie laten zien. Het is niet heel bijzonder, maar ik dacht, laat even zien wat je nodig hebt. Een bakje? Oh, ik kan het weer niet opzetten. Hè? Die nog lekker boven. Nee, ik ga even een sausje maken. Deze van aioli. Of niet van aioli, maar aioli dipsaus. En dan
Of wie loop je nou te lullen? Tegen de camera! En dan frietsaus. Even kijken, hoe moest dit ook weer? Je doet dit poedertje doe je in een bakje. Het is geen hogere wiskunde, maar het is wel heel lekker. Zo. Dan doe je er een eetlepel water bij. Eetlepel water. En ja, zet even in je vlug hoe papa op kan tillen. Nee. En dan 2,5 eetlepel frietsaus of mayonaise, wat je wilt. En dit ga je dan door elkaar wisselen. Dit is echt de lekkerste saus ooit om te eten met naturel rubber chips. Gewoon een soort van aioli saus of zo. Het is vandaag woensdag en ik zit klaar voor mijn online les. Ik heb eventjes gedoucht, make-up gedaan. Het is nu 10 uur en het kan ieder moment beginnen. Alleen het duurt best wel lang voordat iedereen in de groep zit. Dus we wachten nog eventjes totdat er wat meer mensen bij zijn. En dan gaat het volgens mij beginnen. Vandaag ga ik eigenlijk niet zo heel veel doen. Vooral lekker in bed liggen. Er is ook een video aan het uploaden, want die moet straks online komen. En ik ga ook nog eventjes de weekendvlog bewerken die vrijdag online moet vandaag. Ik wil eventjes mijn kamer stofzuigen, want er ligt echt heel veel zand. Dus ja. Maar voor nu ga ik eerst lekker het online lesje volgen. Er is een heel groot pakket binnengekomen. En altijd als er zo'n soort doos binnenkomt, weet ik gelijk dat het van Nikki is. Ik mocht daar weer wat dingetjes uitzoeken. En deze keer ben ik echt heel erg blij met de items die ik heb mogen ontvangen. Zeg maar, je kan altijd, als we dan een mailtje sturen met van, hey, wil je maar wat dingetjes uitzoeken? Dan moet je altijd meerdere dingen uitzoeken. En dan kiezen zij daar een selectie van uit wat ze naar je opsturen. En ze had nu gestuurd wat ze dan ging opsturen. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus dat ga ik aan jullie laten zien. Als allereerst een paar schoentjes. Nou, schoenen zijn eigenlijk meer slippers. Hele mooie doos zit er omheen. Kijk, hoe leuk. Het is gewoon een soort badslipper, maar dan een soort luxe badslipper. Ik heb hier zo'n band zitten en daar zat dan Nikki op. Ik heb ze in een maatje 36. En ik hoop dat ze passen. Er stond op de site dat je gewoon je eigen maat moest kiezen. Dus dat heb ik ook gedaan. Oh, ze zijn wel best wel groot. Ik heb namelijk niet hele brede voeten. Wacht, ik ga kijken of ik het kan laten zien. Kijk, ik heb dus zeg maar niet hele brede voeten. Dus dit zit best wel los, zeg maar. Dus dat je heel snel met je tenen er overheen schuift, omdat je zo ver kan. Dus dat is een beetje jammer. Verder vind ik ze wel heel erg schattig. Dus dat is het eerste item wat ik heb mogen ontvangen, deze slippertjes. En ik zag die dus op Instagram voorbij komen en die vond ik zo leuk. Dus ik dacht, nou, dan kies ik die. Dan het volgende en dat is dit rokje. En ik vind, ik weet niet, ik hou de laatste tijd heel erg van rokjes met een trui erop. Ik zit ook echt alleen maar op merkjes zoals Alex de Label te zoeken en zo. Want ja, ik weet, ik vind dat de laatste tijd gewoon echt heel erg leuk. Een beetje dat bohemian steltje. En daarbij vond ik dit rokje er wel leuk bij passen. Aan de bovenkant heeft hij dus zo'n elastieke band. En verder is het gewoon een kanten rokje. Kun je zo in je middel doen met een leuke trui eroverheen. Ik heb deze in een maatje 34. Volgens mij hadden ze hem ook nog in een beetje een lavendel kleurtje. Maar ik dacht ik kies wit, want daar passen meer soorten truien op. Dat is wel heel erg leuk. Dus die. En dan volgens mij nog twee dezelfde jurkjes. En ik hoop dat deze mooi zitten en niet te groot. Maar ik heb ze in een maatje 34. En dat, oh, die lengte ziet er wel echt top uit. Oké, ik hoop dat ze passen. Dus als eerst een jurkje. Ja, de zwarte zie je misschien niet zo goed. Maar ik heb hem ook in het wit. Dus laat ik die wel eventjes beter zien. Maar het is dus een jurkje met aan de onderkant een plooitje. En ja, heel lastig laten zien met zwart. Dus ik laat even de witte zien. Kijk, je hebt hier dan een V-hals. En dan is het verder gewoon een heel erg schattig jurkje. Met aan de onderkant een soort plooirandje. En die heb ik dus in het wit en in het zwart gekregen. In een maatje 34 dus, als ik zei. En ik hoop echt dat hij het leuk zit. Ik dacht, ik neem hem een maatje kleiner, zodat het niet zo'n lompe jurk wordt. Maar het is misschien ook wel leuk om een riempje zo in je middel erbij te doen. Maar goed, deze heb ik dus gekregen. Hier ben ik heel erg blij mee. En dat zal eventjes voor jullie gaan passen. Dit is het rokje. Ik vind hem eerlijk gezegd in het echt wel ietsjes minder leuk. Want hij is best wel lang of zo voor mijn gevoel. Ik hou wel altijd van wat kortere rokjes, maar op zich kan ik hem dan ook wel iets hoger optrekken. Want als ik er toch een trui boven draag, zie je dat verder toch niet. Dus dat is op zich wel een oplossing. Ik zou het niet met deze trui dragen, maar gewoon lekker met zo'n lekkere grote oversized hoodie. Maar verder vind ik hem wel echt heel erg leuk. Aan de achterkant is hij wel lang genoeg, dus dat is fijn. Dus die. Dan het witte jurkje. En zoals ik net al zei, ik hou van kort en deze is ook wel echt heel erg lang. Ik had hem leuker gevonden als hij een beetje tot hier was gekomen. Maar
Nou, op zich misschien als mijn oma kan vragen, zeg maar, als ze deze naden op elkaar vastmaakt zo. En misschien kan mijn oma hem ietsjes inkort of zo. Dan vind ik hem wel heel erg leuk. Maar anders wordt hij zo boerinnerig of zo netjes of zo. Ik weet niet, maar ik kom natuurlijk ook met een... Oh ja, dit is ook top met mijn Gucci riempje of zo in het midden. Is het denk ik ook wel heel erg leuk. En dan de zwarte. En ik vind de zwarte eerlijk gezegd wat leuker. Omdat hij wat minder boers staat of zo. Ik weet niet of ik het kan uitleggen wat ik bedoel. Maar dan zou ik hier zo'n riempje zo in het midden doen. Dan zou ik hem wel heel erg leuk vinden. Maar die witte is toch wel... Maakt je echt een beetje zo'n boerenkind of zo. Ik weet niet. Maar ja, die zwarte vind ik wel leuker eerlijk gezegd. Beetje zo ook leuk. Ja. En dan wel met een riempje. Ik zou hem nooit zo dragen. Want dan vind ik hem echt... Ja, of ik ben gewoon te klein of dit ding is gewoon te lang. Dat kan. Maar ik zou hem dan zo leuk zo met een riempje. Zo vind ik hem wel heel erg leuk en schattig. Ik heb mezelf gelijk eventjes in die naked items gehezen. Want ik dacht, dan kan ik gelijk eventjes foto's maken voor die story die ik dan moet plaatsen voor naked. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om de beelden te versneld aan jullie te laten zien. Zodat jullie toch een beetje kunnen zien hoe de items staan. En hoe ik mijn Instagram story foto's maak. Oh, dit zit echt best wel strak om mijn arm heen. Oh, zulke dikke armen heb ik volgens mij niet hoor, volgens mij. Of wel? Nou, blijkbaar wel. Kijk, dit is weer een beetje zelfs een soort jurkje als die van Nicky. Maar deze vind ik dan qua wit alweer weer wat mooier vallen of zo. Normaal gesproken zou dit niet echt mijn ding zijn. Maar misschien met een leuk spijkerjasje of zo eroverheen. Gewoon een stoer jack. Eigenlijk moet je gewoon een leerjasje met van die franjes hebben. Dat zou echt heel gaaf zijn. En dan hier overheen. Dat is misschien wel leuk. Maar zo, ik heb dikke armen gekregen, jongen. Misschien ligt het dan wel aan mij van mijn jasje. Misschien moet ik die bandjes ook eventjes weg doen. Bij deze natuurlijk, want ik had een 36 besteld, maar hij zit op zich wel prima. Maatje kleiner had misschien wel net iets mooier geweest, maar het zit op zich wel gewoon oké. Dit is ook wel een chill topje hoor. Heel erg leuk vind ik deze. Ik denk dat ik deze gelijk aanhoud. Zo met die broek. I kind of like it. Oké, trouwens, ik moet jullie nog wat vertellen. Maar ik heb jullie helemaal nog niet verteld. En misschien ook niet zo handig om dit te vertellen een beetje aan het einde van de video. Dat is niet het einde van de video, maar een beetje tussenin. Ik had beter aan het begin kunnen vertellen. Maar deze weekvlog komt natuurlijk op maandag online. En deze week, ja eigenlijk maandag vanavond komt de eerste. En ergens anders deze week of de week daarna nog een tweede. Komen er een paar leuke winacties aan. Ik heb er nu wel best wel veel. Dus ik hoop niet dat jullie het te veel winacties vinden. Want jullie konden natuurlijk, als jullie deze video zien, is die winactie al voorbij. Maar jullie konden een Nuno bag winnen. Nu loopt er via mijn Instagram natuurlijk een winactie. Dat je een zelfgemaakt tie-dye shirtje kan winnen. En deze Dylon pot om zelf te tie-dyen. Die winactie loopt natuurlijk nu. En vanavond komt er een winactie. Of dat jullie een ander topje kunnen winnen. Heel erg leuk ook. En volgende week komt er een winactie dat jullie een paar schoenen kunnen winnen. Ik ga nog niet verklappen welke schoenen, maar ze zijn helemaal hyped nu. En ook heel veel vriendinnetjes van mij hebben ze. Ik heb ze zelf niet. Maar er komt binnenkort meer over. Maar ik hoop niet dat jullie dat te veel vinden, te veel winacties. Ik weet niet of je überhaupt ooit te veel winacties kan doen. Voor de winacties krijg ik verder niet betaald. Het is gewoon in samenwerking met om het gewoon aan jullie te kunnen weggeven. Ik krijg er niet voor betaald om die winactie te doen, zeg maar. Het is gewoon omdat ik het heel erg leuk vind om iets aan jullie terug te geven of iets terug te doen. En het is allemaal een beetje in verschillende categorieën. Je hebt natuurlijk een tas kunnen winnen. Nou, dit is natuurlijk een beetje een soort van creatief pakketje. Dat je je eigen kleding kan gaan tie-dyen. En je wint een zelfgetie-dyed shirtje. Nou, je hebt natuurlijk schoenen. En dat winactiepakketje wat vanavond online komt is een topje. Dus het is allemaal een beetje verschillende
categorieën. Dat voor ieder wat wils erbij zit, zeg maar. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dat jullie niet te veel winacties vinden. Maar ik zelf vind persoonlijk dat er nooit genoeg winacties kunnen zijn. Dus ja, oké. Nou, ik ga even mijn kamer opruimen. Want het is één grote ravage hierop. En daar ook. Dus ja, dat ga ik even opruimen. Wij hebben lekker een broodje besteld. En ik heb er een koekje bij. Die is wel heel lekker. Mie heeft ook een koekje. Maar dit is, hoe heet het ook weer? Cranberry of zo? Ik heb geen idee. Ik heb dit broodje. Ik weet niet hoe het heet. Een sesambroodje. Oh, dat is kip teriyaki volgens mij. En dan heb ik er nog bacon en sla en mayo en zo op laten doen. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag 14 mei. Het is 11 uur nu. En ik ga zo meteen richting stage. En niet om stage te lopen deze keer. Want dat hebben jullie de afgelopen twee jaar, ja, drie jaar wel in mijn vlogs gehoord. Dat ik steeds naar stage ging om stage te lopen. Maar ik ga naar stage om het af te sluiten. Want, maar natuurlijk de schoonheidssalons en zo waren gesloten vanwege het virus. En die uren komen dus te vervallen. Maar de rest van mijn uren heb ik al gehaald. En eigenlijk zou 8 mei mijn laatste stagedag zijn geweest. Als alles niet gesloten was geweest, zeg maar. Maar doordat die uren komen te vervallen door school, ben ik nu gewoon klaar met mijn stage. Dus ik ga eventjes bedanken. Ik ga eventjes mijn urenkaart laten aftekenen. Even een bloemetje brengen. Ik moet mijn praktijkjasje eventjes inleveren. Dus dat is wat ik zo meteen ga doen. Dus daar heb ik me eventjes voor klaargemaakt. Ik heb deze trui aan van Alex de Label. Maar die krijgen jullie als het goed is. Even kijken hoor. Deze weekvlog komt maandag online. Dat krijgen jullie woensdag in de extra video te zien. Komt namelijk echt een bizar grote shoplog aan. Dus hou dat zeker in de gaten. Maar deze trui is dus van Alex de Label. Broek van de Zara, die komt ook in de shoplog. En deze schoenen, mijn GC's. En dan neem ik deze tas mee van de Zara. Dus met mijn praktijkjasje in mijn urenkaarten. En dan ga ik nog eventjes een bloemetje halen om te geven, om te bedanken en zo. Het is nu 11 uur. Ik moet er 10 voor 12 zijn. Dus ik denk dat ik zo meteen maar gewoon alvast ga rijden. Ik kan maar beter te vroeg zijn dan te laat. Dus ik ga even mijn broertje wakker maken. Want die slaapt volgens mij nog. Om te vragen of hij Bodhi zo meteen even kan uitlaten. Want Bodhi moet om 12 uur uit, maar dan ben ik er dus niet. En dan doe ik het vanmiddag. Wow, ik zie echt een ziek grijze wolk. Ik hoop niet dat het gaat regenen. Even kijken hoor. Nee, het gaat niet regenen, staat er. Ik hoop het voor je. Hoe noem je dit? De weersapp. Ik ben weer thuis, verwilderd en al. Het heeft allemaal ietsjes langer geduurd dan gepland. Want het is namelijk alweer 3:10. Maar nadat ik naar mijn stage was geweest, ik had alles even afgesloten goed. En de stagekaart laten tekenen. Ik heb een bloemetje gegeven om te bedanken. En daarna dacht ik, want dat is in de stad. En mijn opa en oma wonen heel dicht bij de stad. Jezus, ik ben echt uitgebreid die trap. Dacht ik, laat ik eventjes langs mijn opa en oma gaan. Die heb ik al best wel lang niet gezien. Dus daar was ik eventjes langs gegaan. Was heel erg gezellig, maar het duurde wel. Ja, opeens was het 2:30. Dus ja, ik ben weer lekker thuis. Er zijn weer wat pakketjes binnen. Maar die zijn ook weer voor de extra video. Behalve eentje. Die kan ik nu wel vast laten zien. Dat is die van Lovies. Dat is misschien wel leuk om aan jullie te laten zien. Maar ik had dus iets besteld bij Lovies. En het zag er zo leuk uit. Dat is namelijk deze broek. Dat is namelijk een flare broek. Een crème kleurige flare broek. Met zwarte sterren erop. Maar hij ziet er wel echt veel te lang uit ook. Ik ga hem straks even passen. Nu niet. Want nu ga ik pannenkoeken maken. Ik weet. Ik heb al heel de tijd. Dus dat ik bij mijn opa en oma ben trek in pannenkoeken. Oh, trouwens, deze broek die kost volgens mij 40 euro. Ja, 40 euro. Maar sinds dat ik bij mijn opa en oma ben, heb ik echt wel super veel zin in pannenkoeken. Dus ik denk dat ik lekker pannenkoeken ga maken. Althans, ik hoop dat we dat hebben. Dus ik ga zelf pannenkoeken maken. Yeah. Nou, pannenkoeken zijn klaar. Ik heb lekker een heel stapeltje. Ik ga het echt niet allemaal opkrijgen, maar goed. Ik kon niet echt filmen eigenlijk toen ik de pannenkoeken ging maken. Want Sam zit beneden met een vriend van hem. Dus ja. Maar ik heb voor hun ook eventjes pannenkoeken gemaakt. Zo lief ben ik. Ik ga nu lekker filmpjes kijken, denk ik. Goeie tijden kijken. En pannenkoeken eten. Jongens, het is weer zover. Ik ben rete verslaafd weer aan TikToks maken. Volg me eventjes op TikTok. Volg me op TikTok, echt. Ja, heel leuk. Ik ging eens proberen die ene met die bril te doen, zeg maar, dat je tu. En dan die bril op je neus moet laten donderen. Nou, het ging de eerste keer natuurlijk weer helemaal fout. Het lukte me gewoon niet. Het lukte me gewoon echt niet. Het is eindelijk gelukkig gelukt. Ik heb ook een aantal concepten. Ik heb er zoveel gemaakt, maar ik ga nu niet alles erop zetten.
Er was een pakketje binnengekomen van Otrium. Want ik had daar een broek besteld van Alex Label. Maar het is echt veel te groot. Dus die ga ik denk nu gewoon gelijk eventjes naar het postkantoor brengen. Zodat hij maar weg is. Dan zijn we daar maar vanaf, hè. Echt, ik zit zo vol door die pannenkoek. Ik heb niet alles opgegeten. Ik heb er ook nog een paar op een bordje onder zilverfolie gelegd voor Milan. Als die thuis komt. Ik wil nog meer TikToks maken, maar ik heb overal dezelfde trui aan. En dan denk je, dan doe je toch een andere trui aan. Maar daar ben ik me ook weer te lui voor. Dus ik denk dat het voor nu wel eventjes opbouwt. Ja, ik ga eventjes... Oh, trouwens. Dat heb ik helemaal niet laten zien. Ik was natuurlijk op stage geweest om te bedanken en afscheid te nemen en zo. En ja, er werken daar gewoon hele leuke mensen. En ik heb daar echt heel erg naar mijn zin gehad. En Sandy, dat is een vrouw die daar ook werkt. Heb ik van haar deze kaars gekregen. Ik vind dat zo lief. Dat ze daar gewoon aan gedacht heeft. Want ja, ik kon het gewoon heel erg goed met haar vinden. Ik vond het echt een hele leuke, lieve vrouw. Ik hoop echt dat ik er tegen ga komen op festivals ook. Maar ik heb dus deze kaart van haar gekregen. Echt zo lief dat ze eraan denkt en zo. Dus ja. En ik heb hem helemaal nog niet geroken. Maar ziet er zo schattig uit. Hij is van Yankee Candles. Garden by the Sea. Ik ga hem even openmaken. Maar die kleur vind ik echt geweldig. Wat is dit? Zo, dit ruikt lekker. Ruikt dit naar de zee? Ja, tuin bij de zee. Zo vind ik dat mijn tuin zo rook. Oh. Oh, wat lekker. Oké, maar goed. Ik vind het altijd zo zonde dan om die kaarsen op te branden. Omdat ze er zo leuk uitzien. Maar het ruikt wel heel lekker. You got to keep it focused. You wanna stay still. Ik ga mijn vloggie bewerken. Die morgen online moet. Daar was ik al aan begonnen. Maar toen gingen we eten. Toen gingen we eten. Ik had gewoon nog een pannenkoek gegeten die ik gemaakt had. Want gemaakt had. Die ik gemaakt had. Ik had niet zo heel veel zin. Of heel veel trek bedoel ik. Dus ik ga nu even mijn vlogje afbewerken. Zodat ik die kan uploaden voor morgen. Zodat er morgen de eerste weekendvlog online komt. Ik wilde eigenlijk de weekvlogs en de weekendvlogs opnieuw beginnen met tellen, zeg maar. Zodat je zeg maar op maandag weekvlog 1 hebt. En op vrijdag dan weekendvlog 1. En dan die week daarna weekvlog 2. En die vrijdag weekendvlog 2. Zodat het een beetje bij elkaar nummert. Dus deze weekendvlog wordt nummer 0. Omdat er maandag dus geen video of geen weekvlog was. Want toen was ik nog aan het dagvloggen. Dus ja, dan weten jullie waarom deze nog een nummertje heeft. En de rest wel. Mijn camera is aan het knipperen. Dus ik ga zo meteen gelijk mijn batterij in de oplader doen. Want morgen begin ik weer met een weekendvlog. Vandaag is de laatste dag van deze weekvlog, zeg maar. Want de weekvlogs zijn van maandag tot donderdag. Ik heb net mijn video bewerkt. Die is nu klaar. Ook al opgeslagen en zo voor morgen. Toen ik gisteren de vlog wilde afsluiten, viel opeens mijn camera uit. Dus dat doe ik bij nu eventjes. Ik wil trouwens eventjes zeggen dat de Lovies broek niet past. Hij is veel te lang en aan de bovenkant is die te klein. Dus die ga ik sowieso terugsturen. Maar ik dacht, dan weten jullie dat. De dag dat jullie dit kijken, komt er een kledingwinactie online. En eerst zou je een topje kunnen winnen. Maar nu kan je in plaats van een topje winnen, kan je 100 euro shoptegoed winnen. Dus dat is heel erg leuk. Ik zou zeker eventjes mijn Instagram in de gaten daarvoor. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie in de weekendvlog weer. Doei!